We zijn in Middelkerken voor het Belgische kampioenschap veldrijden. 8 en 9 januari. Het parcours is gelegen in Lombardzijde op het militaire domein. Dus zanderige omloop, spectaculaire omloop met wat heuvelwerk in de duinen. Dus eentje om naar uit te kijken, om te koesteren zelfs. Ja, we zijn weg. Dus hier staan we dus aan de start. Hè. Dus zoals aangewezen, ruim genoeg, breed genoeg, 8 man naast elkaar. Maar altijd cliché, iedere keer snelle start nemen, goed mee vooraan zitten, want er komt een heuvel aan en dan wordt alles achter elkaar gezet. Dus we hebben de start genomen, dus dan zijn we naar rechts afgeslagen. En dan zitten we hier toch met een trippel van 3 hellingen. De tweede hier bij het monument van luitenant Pierre Turet. Dus, niet van de push, want de vraag is, hoe ligt dat zand erbij? Gaan ze hier bovenrijden? Gaan ze hier moeten gaan lopen? Dat is de vraag natuurlijk. Dat ligt zuiver van het weer afhankelijk. Maar het venijn zit in de staart, dus de derde is nog lastiger. Dus vandaar dat dat toch wel kan meetellen, vlak na de start nogmaals. Ja, hier word je gewoon vrolijk van. Hè? Dus als de zee bij te pas komt en het strand en het zand om door te rijden of te lopen, ja, dan denk ik dat iedereen happy gaat worden. Hè? Dus daar draait het om. Dit is een heel lastig stuk. Duik naar beneden, het strand op. De renners tegenwoordig, ja, dat is achterhaald. Er zijn verschillende, er zijn misschien wel 6-7 zandcrossen waar dat ze de tubus, de specifieke tubus voor het zand gebruiken. Dus dit zal niet anders zijn. Dus hier wordt naar uitgekeken. Alles op alles gezet. Chic stukje dit. Ja, het mooiste van de omloop. Dat laatste stukje valt uiteindelijk mee. Hè. Maar om al die stukjes aan elkaar te breien, zou ik zeggen. Ja, dit is toch een pittige cross. Dus kampioenschap waardig, absoluut.